Ludo, waarom is een Mr. Gay Belgium verkiezing belangrijk voor de stad Antwerpen? Wel, het is nu de vijfde verkiezing op rij. Het is belangrijk dat we als stad Antwerpen pionier blijven in de aanvaarding van LGBT-rechten. Antwerpen is altijd een pionier geweest. België is pionier geweest. Ik heb zelf het homohuwelijk gestemd, homo-adoptie. Ik heb het eerste homohuwelijk meegemaakt in het stadhuis. We hebben de Eurogames gehad, de World Out Games, de Pride, waar ik straks iets speciaals zal over zeggen. We hebben het charter tegen discriminatie in de sport getekend. Antwerpen is de pionier, is de LGBT-vriendelijke stad van Europa. En daar moeten we blijven en daar moeten we pionier in blijven. En waarom zet de stad zich juist in zo voor diversiteit? Diversiteit is belangrijk. Antwerpen is een zeer diverse stad met 176 nationaliteiten. De mensen moeten zich kunnen uiten zoals ze willen in hun nationaliteit, maar ook in hun geaardheid. Iedereen in een stad, en dat is in Antwerpen altijd zo geweest, al van in de 16e eeuw, iedereen moet in een stad zichzelf kunnen zijn. En daarom is een Mr. Gay verkiezing zo belangrijk. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Nu, het thema van onze huidige minister is sport. U bent schepen van sport. Wat vindt u zo van zijn inzet de afgelopen maanden als minister? Wel, ik vind de inzet van Van Puimbroek vind ik schitterend, in het bijzonder in de voetbal. Ik dank ook de voorzitter François de Keersmaker om op te komen voor LGBT-rechten in de voetbal. Dat is een moeilijke wereld om voor LGBT-rechten op te komen. François, zoals in andere sporten, Van Puimbroek doet dat schitterend. We hebben de boodschap gehad van Dries Mertens. We hebben uitings gehad van de basketter Jason Collins. Van Ian Torp, zwemmer, de voetballer met de Heitzelspeaker, of Spitzelhaker beter gezegd. Zelfs in de bokswereld, Orlando Cruz, de meest macho sport die er is, die heeft zich geuit. Dat zijn zeer positieve signalen. We hebben in 2013, toen we sporthoofdstad van Europa waren, een charter getekend. Maar een charter dat blijft maar papier. Vandaar dat we dit jaar met de Pride iets speciaals gaan doen over LGBT-rechten in sport. Het zijn nu allemaal wel positieve projecten, maar er beweegt op het terrein, als ik eerlijk moet zijn, soms wat weinig. De topsporters ja, die geout zijn, kan je denk ik op één hand tellen hier in België en dan zal ik al heel positief zijn, denk ik. Zijn er zo nieuwe initiatieven op komst? Ja, we hebben de sporters in eigen land, Yves van den Nien natuurlijk in het handboogschieten en Wouters in het basketten. Maar ik kan u vanavond, Bram, een primeur meegeven. De Antwerp Pride zal dit jaar nog nooit zo kleurrijk geweest zijn als ooit. Dit wordt de meest kleurrijke Pride die er al geweest is. Ik heb met Bart Abel samengezeten en gezegd, we kunnen nog veel charters tekenen, maar laat ons eens een duidelijk fysiek signaal aan Antwerpen, Vlaanderen en de wereld geven. En de bedoeling is dat sportclubs, dat atleten gaan meewandelen in de Pride. Dat is, het idee is vorige week ontstaan. Ik kan u zeggen, ik heb een aantal clubs gebeld, dat er al 5 clubs zullen meewandelen, waarvan 4 profclubs. Met een ongelofelijke voorbeeldrol. Er gaan er nog veel volgen. We gaan als stad, ik ga als schepen van sport, een rondschrijven doen. Er gaan dus tientallen clubs meewandelen om een duidelijke boodschap te geven. Als sporter, in sport is geen plaats voor discriminatie tegen LGBT. Dat u aanwezig gaat zijn op de Pride, dat zal al meer dan duidelijk zijn. We gaan nu ook komen naar de finale van Mr. Gay. Ik kom zeker kijken, want het is altijd de moeite. Ludo, bedankt alvast en nog veel succes met de verdere projecten. En bedankt om hier vanavond aanwezig te zijn. Ja. Dankjewel. Ludo van Kampenhout, dames en heren. Ja, en de laatste...